Maar de afgelopen congres was natuurlijk ontzettend interessant, omdat daar een zwaargewicht, de Delftse ingenieur, boer en VVD-statenlid Mirjam Nelissen, toch een aantal kritische noten kraakte. Ja. En ik wil ze toch voorhouden aan de heer Van Kampen. Ten eerste zei zij, het Arias-model is niet goed gemodelleerd. Twee, het wordt verkeerd gebruikt. Drie, de kritische depositiewaardes, de KDW's, zijn niet kritisch. En tot slot zei ze dat uit WOP-documenten bleek dat de commissie Hoordijk informatie miste. En de heer Van Kampen reageerde toen van, nou ja, het is mooi dat we een debatpartij zijn, maar ik zou toch graag willen weten van de heer Van Kampen, welke van deze inhoudelijke punten heeft Mirjam Nelissen dan verkeerd? De heer Van Kampen. Ja, voorzitter, ik heb toch de motie iets anders gelezen en daar heb ik me toe te verhouden. Want die is aangenomen op mijn congres en ik heb ook op dat congres gezegd, ik heb het 95% genoemd, noem het 99%, het overgrote deel van die motie, van de strekking van die motie, dat zal de heer Van Haga straks horen in mijn bijdrage, zal ik het kabinet ook op bevragen. Ik overweeg daar ook moties over in te dienen. Daar gaat het met name over, ja, hou nou op met het alleen maar praten over het onteigenen van mooie bedrijven. En ga nou ook kijken naar andere oplossingen, zoals innovaties. Ik zeg daar altijd wel bij, juridisch houdbaar. Hè, want die discussie is hier gevoerd, ik vind dat terecht. Want als je daarbij geen juridisch houdbare voorstellen beschikbaar stelt, dan zit die boer daar uiteindelijk mee als die systemen voor de rechter sneuvelen. Dat zien we bijvoorbeeld in die zaken, 28 zaken in Overijssel. En dus die motie die dit alternatieven om te denken, ja, geef nou die aanscherpingen mee. Kijk nou kritisch naar een realistisch stikstofbeleid. Ook als het gaat bijvoorbeeld over die natuurdoelen. Er zijn heel veel discussies over in natuur in goede staat is of in slechte staat is. Ja, ik vind, voorzitter, dat we daar mensen die daar echt verstand van hebben, een oordeel over zouden moeten laten uitspreken. En daarvoor staat ook die ecologische autoriteit, vraag aan het kabinet, richt hem op, wanneer komt hij er, wanneer kunnen we dat zien, zodat er een onafhankelijke beoordeling komt van de staat van die natuur en of de maatregelen die we daar treffen haalbaar zijn. Dus die motie, er is een schot in de roos en daar ben ik mee aan de slag. En dat zal de heer Van Haga ook horen. U vervolgt uw betoog.